On y va. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, charmant. Il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Stijn Konings, iedereen kent het liedje wel, maar weinigen weten nog waar het vandaan komt. Kwam of komt. Het was een hit in 1963, denk ik, hè? Ja, absoluut. Janine Dekkers, toen nog een mysterie, want niemand wist wie dat liedje zong eigenlijk. Achteraf bleek het dan een non te zijn. Eerst werden foto's van haar gemaakt in de rug, zal ik zeggen. Zodanig dat het mysterie bleef bestaan. En eind 64 is ze nummer 1 geworden in de Amerikaanse hitparade. Dus, ja, en ze heeft zelfs de Beatles van hun troon gestoten eventjes, hè? Ja, gedurende 4 weken was ze echt absoluut nummer 1, ook voor Elvis en de Beatles inderdaad. Ja, ja, Chris Lomme, jij speelt moeder overste in de film. Het is een hele moeilijke rol, denk ik, hè? Heel complex ook, hè? Wel, ik hou van complexe rollen. En Stijn had mij al jaren geleden gevraagd om die rol te spelen, toen nog in het Nederlands. Dus ik was heel blij dat het eindelijk doorging. Dus ik wist wel, ik ken, ja, zoals hij het uitlegde wat het moest zijn, dat die non natuurlijk die rites en alles van het klooster meemaakt, maar toch een moeder was, heb ik ja gezegd. En welk deel in het verhaal vond je het mooiste? Wat sprak je het meeste tot de verbeelding? Oh, dat is moeilijk te zeggen. Ik vind bijvoorbeeld, als ik praat over de film, wat ik het mooiste vind, is hoe hij het slot heeft verfilmd. Dat is magistraal. Dit is van een raffinement waar ik u tegen zeg. En waarom? Ja, ik ga het jou niet vertellen. Je moet gaan kijken. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat die film er kwam? Wel, het was niet zo evident, omdat het gekend verhaal of hetgeen wat er overblijft, is dat het ja, een succesnummer was gezongen door Janine Dekkers, maar voor de rest een grote tragedie. Iemand die heel veel problemen had, vooral met de belastingen. Ze had heel veel schulden en ze is dus in armoede gestorven met een dubbele zelfmoord met haar vriendin. Dus ik zou zeggen, als je daarmee naar een producent gaat, is het niet zo evident om dat te verkopen. En aan mij was het ook niet evident om te verkopen. Dus de mensen die het scenario oorspronkelijk geschreven hadden, die heb ik eigenlijk moeten teleurstellen. Ook ik voelde het niet. Dus het is pas 10 jaar later, dus nu alweer 7 jaar geleden, dat ik eigenlijk de vrijheid kreeg om het opnieuw te interpreteren. Ja, want inderdaad, hè, ja. Al die ingrediënten, het is eigenlijk alles om een gitzwarte film te maken. Maar dat is het niet geworden. Nee, het is een love story. En ja. Ik denk dat, laat zeggen, de tragedie van het leven van Janine Dekkers. In de meeste portretten gaat het altijd om het financiële. En ik denk, en dat was ook het uitgangspunt en is ook de film geworden, was de liefde. En de zoektocht naar de liefde. En het is eigenlijk een verhaal wat we geprojecteerd hebben, zal ik zeggen, naar... Allez, we hebben het in de jaren 60 gehouden, origineel, gelijk het was. Maar het thema is alledaags en is een jonge meid, zal ik zeggen, die op een belangrijk moment in haar leven een beslissing moet nemen, die een vriend heeft. Thuis verwachten ze dat ze iemand gaat meebrengen. Waar blijven de kleinkinderen al in de toekomst en zo verder? En ja, ze voelt het niet. Hè? Dus ze vlucht eigenlijk naar Afrika, gelijk veel jongeren vandaag zou zeggen zich, vader, moeder, ik pak een ticketje en ik ben een paar jaar weg. Ik ga huizen bouwen in een of ander project of met Artsen zonder Grenzen. En zij wilde naar het klooster, niet omdat ze... Ze geloofde wel en zo verder, maar dat was toch niet hetzelfde als bij vele andere religieuzen. Het was vluchten eigenlijk. Het was echt vluchten, ja. Ja, en zo die love story, ik zag jou knikken, dat is iets wat jou ook erg aanspreekt. Wel, omdat ik voelde, dat meisje dat binnenkomt in het klooster, het eerste wat ze zegt is, mijn ouders komen niet mee, want normaal moeten de ouders mee om ze aan te bieden, om te zeggen, voilà, ze komt naar het klooster. Dus je voelt al, dus die overste heeft meteen het gevoel, er is iets bij dat meisje. Dus heeft ze een soort aantrekkingskracht. Ze voelt ook dat dat kind niet gelukkig is. En ze probeert in de mate van het mogelijke, in haar beperkte mogelijkheden, toch iets te geven. Maar ja, ze blijft dan wel een beetje laf, omdat ze natuurlijk
van die orde is van het klooster dat ze moet... Je zegt dat nonnetje, of die Sœur Sorire, die mankeerde iets, had een hele strenge moeder. Hè? Ze kreeg geen liefde thuis. Hè? Dat was eigenlijk maar ze is ook een heel apart type. Het is niet zo... Ik bedoel, je hebt veel van die jonge mensen. Labiel, zoekend naar iets. En eigenlijk zomaar intuïtief. En ik denk dat Janine Dekkers een heel intuïtief... je kan niet zeggen dom, hè? Maar toch... Ja, zoektocht naar iets onmogelijks bijna. Utopia, de liefde, de warmte, de van alles. En ja, dat is natuurlijk zeer gevaarlijk als het niet goed begeleid wordt. Ja, en die moeder overste, die had daar meteen een band mee. Maar die was toch ook heel méchant, hè? Een beetje een vervelend mens. Ze heeft niet meteen een band, hè? Want ze moet natuurlijk de orde respecteren. In het klooster wordt er geen gitaar gespeeld. Hè? Dus die wou een gitaar spelen. Maar ze voelt wel, ja, waarom? Ze heeft toegevingen gedaan. Van, een beetje dankzij Stijn, denk ik. Want ik weet niet of het in de realiteit zo was. Want ik vraag mij af, en ik ben bij de nonnen grootgebracht, of dat wel mogelijk zou geweest zijn. Dus het is een beetje geromantiseerd, Stijn? Wel, laat zeggen, het blijft een tragisch verhaal. Maar we hebben in ieder geval geprobeerd om het niet zwart-wit te vertellen. Hè? Dus niet... Alle nonnen hetzelfde. Het is ook geen film tegen iemand. Het is ook geen film die wil oordelen. Het gaat over de liefde. En dat is al moeilijk genoeg voor iedereen. Een van de strafste fragmenten, vond ik zelf, is wanneer ze voor de eerste keer bijna een vrouw kust. La prison bien close, où vivait le bel animal. S'ouvrant, tu sais pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Garogory. Patron de la ménagerie, cri était perdu, non de nom, c'est assommant Carl Gorille. Dès que la féminine en danse, mais ça va pas, non? Excuse-moi, je... Ja, het meisje met de bril is Janine Dekkers. De spanning is gewoon voelbaar. En het is niet alleen voor iemand die lesbisch misschien is, maar ook voor alles wat niet mag. Het is echt spanning, hè? Ja, het is een scène uit het begin van het verhaal eigenlijk. En ze vlucht hier ook al. En ze blijft eigenlijk vluchten heel haar leven. Ja. En op een bepaald moment gaat ze zich vastklampen aan haar groot succes. Maar ze wordt uiteindelijk toch geconfronteerd met zichzelf. Ja, en dus opnieuw met dezelfde situatie. Het blijft gewoon heel actueel, hè? Ja, want bijvoorbeeld, ik praat met jonge mensen die dus zo ineens verdet worden. Dat is ook haar probleem. Ze worden ineens verdet en ze denken, hè? En het slaat natuurlijk allemaal tegen. Want als ze die pijn niet meer aan heeft of geen non meer is, dan heeft ze geen succes meer. Ja. Want dan is het niet meer Sœur Sorire. Het is ook heel moeilijk om te spelen, denk ik, hè? Want je hebt alles in het Frans moeten doen. Stijn had mij natuurlijk heel goed begeleid toen we waren in Frankrijk in vakantie. Ze belde mij, we zullen verder le roi en français. En Stijn zei, maak u geen zorgen, zelfs als het niet goed is in Frans, neem ik u toch. Dus ik was wel gerugsteund dat het mocht een accent hebben. Maar gelukkig heb ik geen accent. Ja, waarom moest het zo per se met allemaal Franstaligen zijn? Ja. Wel, het is eigenlijk een Vlaams initiatief van jaren geleden, maar het is vooral gefinancierd langs de Franstalige kant. Hè. Dus de hoofdproducent is Frans eigenlijk. En de markt wordt ook groter natuurlijk. Ja, de markt wordt groter, maar het verhaal speelt zich origineel ook in het Frans af. Hallo, hè? En bovendien, ik heb de volledige vrijheid gekregen artistiek in de casting. Dus de cast is volledig Belgisch en er zijn heel deel Franstaligen, maar er zijn ook heel wat Vlaamse acteurs bij en actrices uiteraard. En dus ja, ik ben niet gebonden geweest deze keer door zoveel procent van dit of van dat. En voor de Fransen is Belgische film, maar ook vooral Belgische acteurs, een kwaliteitslabel. En ze vinden het ook zeer exotisch. Dus Cécile de France, in haar naam lijkt het van waar ze afkomstig is, maar ze is van namen, dus het is een echte Belgische. Ja, nog heel kort, wat was het allermooiste fragment of het allermooiste moment dat je mocht meemaken in de film tijdens het draaien? Confrontaties met Cécile. Alle scènes met Cécile waren een feest. Cécile is een ongelooflijke, hoe moet ik zeggen, intuïtief sterke actrice. Plus met Stijn ervoor ging dat vanzelf. Wat een soort, met drie een soort, zonder woorden, zonder veel woorden, hè, een begrip van een zoektocht naar
hoe kan die scène het best renderen. Okay. En waar dat dan in resulteert, dat kunnen we zien vanaf 6 mei, denk ik, hè, in de zalen. Ja, vanaf 6 mei. Dank u wel voor dit gesprek.